Hi allemaal, Maris en ik hebben de laatste tijd weer lekker geshopt bij allemaal winkeltjes, want we hadden allemaal dingen nodig voor onze herfst- en wintergarderobe alvast. En we dachten het is wel weer eens tijd voor een gezamenlijke shoplog, of hoe noemen we dat gezamenlijk? Een verzamelshoplog. En dat is echt best wel lang geleden dat we dat hebben gedaan. Dus we hebben geshopt bij diverse winkeltjes, zoals de Primark, H&M, bij Josfie. Ja, we gaan het allemaal aan je laten zien in deze video. Nou, ik begin even bij de H&M. Ik wilde in eerste instantie niet per se de H&M inlopen, maar nadat we iets van 3 keer langs de, etalage zijn gelopen, toen zag ik de hele tijd een paspop met een nepleren broekje aan. En toen dacht ik, ja, ik wil hem toch even passen, want hij zag er super vet uit. En dat is dit broekje. Het is dus een nepleren broek die wat korter is. Hij komt en wat wijder. Dus het is net geen culotte, maar ja, wel een beetje die vibe. Ik zou het eigenlijk misschien eerder een pantalon noemen, maar dan in nepleer. En ja, het zag er echt super vet uit. Ja, het zag er echt heel cool, een beetje relaxed uit, ja, terwijl het toch wel echt een leren broekje is. En ik heb hem even gepast. Ik vind dat hij bij mij wat aan de korte kant is, maar ik denk dat ik dat wel een beetje kan compenseren met een laarsje met wat hogere, een wat hoger laarsje eigenlijk. Ja. Nou, deze broek die kost €29,99. En ik zag ook nog een hele leuke trui. Larissa wees me eigenlijk op deze trui. En het is een grijze, lekkere, nonchalante, beetje oversized sweater. Ik vond hem ook heel erg leuk staan op dit nep leren broekje. Maar ook gewoon eigenlijk op elke broek of op een rok kan die gecombineerd worden. Dus ik vond hem echt super leuk. Ik heb hem ook al een keertje gedragen. En deze kost €29,99. En ja, het kaartje hangt er nog in, want ik was hem vergeten eruit te halen. Gaan we nu verder naar Primark. Daar hebben we ook weer het een en ander geshopt. En het allereerste is wat ik nu aan heb. En het is ook een super chille trui met van die gaten die erin zitten. En weer streepjes. Zoals jullie weten ben ik gek op streepjes. En ik denk dat dit een hele goede koop is. Want ik heb hem pas een paar dagen. En ik heb hem serieus echt al 2 dagen aangehad. En super lekkere trui. Heel blij mee. En deze was €13. Dan hebben we allebei dezelfde broek nog gehaald. En dat is dit broekje. Het is ook een pantalonnetje weer. Maar dan van stof. En hij voelde echt super goed aan. De kwaliteit is echt hartstikke prima. Wat dikker voelt deze aan. Dikker. De prijs is ook iets hoger. Zeker voor Primark standaarden. Deze was namelijk €19. Maar het is zo'n lekker loszittend broekje voor als je een keertje die skinny jeans niet aan wilt. Het heeft een lekkere relaxed fit. Ja, al zit hij wel echt super hoog en high-waisted. Ja. En heel mooi sluit hij aan. Er zit ook zeg maar een riempje bovenaan. Dus het is geen baggy broek of zo. Geen baggy pantalon. Maar inderdaad, ik vind het prijsje gewoon prima. Maar inderdaad, vergelijkt met andere Primark dingetjes is hij wat hoger. Maar ik vind dat je dat zeker ook echt ziet en aanvoelt. Dus dit is wel een hele leuke. En hij heeft zakken trouwens. Ja, dat is echt een plus. Nou, het volgende item waarvoor ik heel graag naar de Primark wilde is een nieuwe badjas. Ik had echt een nieuwe nodig. Ik heb een tijdje geleden, volgens mij net voor de zomer, mijn vorige badjas weggedaan. Die was ook lekker fluffy met van die oortjes. Die heeft het heel lang volgehouden. Maar die was toch wel aan vervanging toe. Dus ik ben weer gegaan voor een hele leuke, lekkere, fluffy witte badjas. Hij voelt echt super zacht. Maar deze keer heb ik gekozen voor een wat normaler model. Zonder konijnenoortjes of wat dan ook. En deze is wat langer. Dat leek me ook wel heel erg lekker. Super lekker warm. Dus ik ben zo ontzettend blij dat we deze shoplog nu gaan opnemen. Want dan kan ik hem eindelijk in gebruik nemen. Want ik wil hem nog een beetje soort van netjes houden in dit leuke strik. Voor de video. Voor de video. Dus nadat deze is opgenomen, ga ik hier lekker in knuffelen. Oh, en de prijs? €12. Dan hebben we ieder een paar met visnet sokjes uitgekozen. En dit zijn niet zomaar visnet sokjes. Deze hebben glitters er doorheen verwerkt. En wij hebben de zilveren glitter gekozen, maar ze hadden ook blauwe glitters. Ja. En het leek ons wel heel erg leuk om een keertje wat anders te doen dan de gewone visnet. Ik vind het altijd leuk om dat te laten zien bij je enkel, gewoon een klein stukje. En dan met die glittertjes is het extra sparkly, dus extra feestelijk als je naar een feestje gaat of met de feestdagen. Ja, of precies. Ja, inderdaad. Elke dag van de week eigenlijk kunnen glitsen. Kerstfeestjes is dit wel heel erg leuk om te doen. Ze kosten €4. €4 en dan krijg je 2 paar. Oh, inderdaad. We hadden in principe kunnen delen. En ze hadden trouwens nog meer leuke panties. Ze hadden ook zeg maar die fishnets. En dan zitten er van die glittersteentjes echt opgepakt. Oh ja, zoals Kylie Jenner dat ooit had. Ja, zag op zich ook wel grappig uit. Alleen dat is iets meer onze stijl. Net iets meer iets subtieler. Casual en subtieler. We hebben heel veel dingen hetzelfde gekocht. Zoals deze broches. We zagen eigenlijk op een gegeven moment een jasje hangen. En die had hele leuke broches erop. Of speldjes zijn het eigenlijk. Met een planeet en een maan.
En toen vonden we het setje en daar zit dan ook nog een oogje bij en wat is het? Een kompas. En je krijgt dus 5 van die pinnetjes voor 4 euro. En het leek ons wel heel erg leuk om dat gewoon op een jasje te pinnen of op een trui. En we zijn nog niet klaar met dezelfde spulletjes laten zien, want we hebben het volgende item ook allebei genomen. En dit is een dual USB charging cable. We nemen altijd een powerbank mee in onze tas, omdat onze telefoon het anders niet redt. En dan altijd de kabel van de iPhone mee, maar die is best wel groot. Dus we dachten, dit is handig, want die is iets kleiner. En bij het afrekenen van spulletjes word ik altijd verleid om toch nog eventjes een allerlaatste ding mee te pakken. Maar deze keer ben ik wel heel erg blij met de keuze. Want ik zag namelijk dat ze dit inpakpapier hebben met een marble print. Het is een beetje wel een aardig grijze print voor marble. Meestal zie je ze wat witter. Maar desondanks vond ik hem nog steeds wel heel erg mooi eruit zien. En er zit op 9 meter. Oh nee, 6. Ik hang verkeerd op. En dit was maar 1,30 euro. Super goedkoop vind ik dat. En ik dacht... Het is wel echt heel leuk. Ja, dus heel erg blij met deze. Volgende item is niet per se nieuw. Misschien herkennen jullie hem nog wel. Dit is de broek waar ik van de zomer uit ben gescheurd toen ik zeg maar uit een auto ging. Dus ik stapte uit een auto, bleef haken en toen scheurde die. Ik ben er niet per se uitgescheurd, maar ook weer wel. In ieder geval, mijn hele kont hing op het internet, letterlijk en figuurlijk. En hij was dus echt gewoon bijna niet te redden. Er zat zo'n enorme grote scheur in. Maar ik vond het super zonde om hem weg te gooien en om een nieuwe mom jeans te moeten kopen. Dus wat ik heb gedaan is na maandenlang hem op de kast te hebben laten liggen. Toch heb ik mijn naaimachine erbij gepakt en ik heb hem gefixt. Dit is hem! Ik ben er zo blij mee. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb hem hier gefixt. Ik kan de broek gewoon weer helemaal aan. Ik ben er super blij mee. Dus eigenlijk, ja, dit is niet per se dus een nieuw item voor deze shoplog. Maar het is wel voor mij een nieuw item. En zoals daar al heel leuk zei eerder, hij is reborn. Ja. Ja, dus als je ook een keertje uit je broek bent gescheurd of iets dergelijks, probeer het altijd eerst te maken. Ja. En dan pas eventueel weg doen. Het scheelt je namelijk moeite met zoeken weer naar een nieuwe broek. Want ik zweer dat je mom jeans zijn best wel lastig om te vinden. Ja. Degene die echt goed bij je staan en die flatterend genoeg zijn. En het scheelt me heel veel geld, want ik weet niet hoeveel dit ding was. Ik denk 50 of 60. 65 euro, anders zou ik dat opnieuw moeten betalen. En die hoeft het niet. Money's. In de pocket. Nou, laatst is er een pop-up store van Joss V geopend in Amsterdam. Die zit er dus tijdelijk tot en met 14 oktober, dus je kunt er nog bezoeken. En ik weet niet of je Joss V kent, maar je kunt het verkrijgen online en in de Bijkorf en in andere kleine winkeltjes. Er is eigenlijk niet echt een Joss V store, maar nu dus wel de pop-up store. Dus dat is super leuk. Ik weet niet of jullie het meer kennen, maar zo schrijf je het. En wij hebben wat moois mogen uitzoeken en dat gaan we nu laten zien. Zo heb ik hier deze broek. Het is een nepleren broekje, lakleer. Dus echt lekker opvallend. Kitten. Ja. En ik vind hem echt helemaal geweldig. Hij is niet high-waisted, maar hij zit wel redelijk hoog bij mij. En hij komt helemaal tot de enkel en hij zit super strak, want het is echt een skinny. Maar hij zit wel comfortabel omdat aan de binnenkant zit een rekbaar stukje stof aan de binnenkant van je benen. Dus hij beweegt wel goed mee. Aan de bovenkant zit ook nog een elastiek. En dan gaat hij dicht met een ritje aan de zijkant. Dus ik vind hem echt super vet om gewoon te dragen met eigenlijk alles. Een blouse, een t-shirt, een lekkere grote trui. Daar is hij net al van. Eigenlijk in elke combinatie zie je eruit als een rockchick. Dus ik vind hem echt super vet. En deze kostte €109,99. En bij Tara's broek heb ik een bijpassend rokje gevonden. En dat is deze. Het is dus dezelfde glimmende lakstof. En het is een A-lijnrokje met een rits aan de voorkant. En dit zijn 4 neppe ritsjes. En het maakt hem echt super stoer. En het leek me wel heel erg leuk om deze gewoon te hebben. Zodat Tara en ik ook eens een keer van matching gekleed kunnen gaan. En het is gewoon echt een super leuk rokje. Zoiets had ik nog niet in de kast liggen. Hij is echt, ik vind hem ook best wel sexy. De pasvorm is ook echt heel erg goed. Hij valt heel erg mooi. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik vond het weekend al aangehad. En deze was, dacht ik, €99,99. Nou, wat ook super leuk is dat je in de winkel ook een speciale machine hebt staan waarop je kledingstukken kunt laten borduren. Dus echt laten customizen. Mochten wij ook doen. En we hebben allebei gekozen voor het woord Endless Weekend. Yes. En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik heb gekozen voor dit super fijne basic zwarte shirtje. Het is echt een super fijn model met een beetje wat wijdere mouwtjes. Die zijn opgerold. En rondom de kraag heeft hij zeg maar wat gaatjes. Dus ja, dat is helemaal mijn damaged stijl. Ja, een beetje damaged stijl. Vind ik echt heel erg leuk. En super fijn basic shirt. En ik heb hierboven dus op de borst zeg maar hier best wel classic plekje heb ik Endless Weekend in van die hele speelse letters laten borduren. En ik vind hem echt super gaaf. Ik heb dit shirtje trouwens ook in een paar video's geleden gedragen. En ik zag dat een paar van jullie het al opvielen en helemaal geweldig vonden.
Dus het is niet zeg maar officiële Endless Weekend merchandise. Ik heb het er zelf laten maken. Het zou echt zo vet zijn wel. Maar dit is inderdaad wel iets wat zeg maar in onze stijl is van wat we heel erg leuk vinden. En ik kan me inderdaad voorstellen dat jullie iets hebben van ik wil hem ook. Want hij is gewoon heel erg tof. Maar ja, ik ben er echt super blij mee. Dus dit shirtje is gewoon super vet. Zo. Volgens mij was dit shirtje €70. Ja, dus echt een super goede basic. Ik ben hier echt heel blij mee. En hoewel ik eigenlijk natuurlijk ook een Endless Weekend shirt zou moeten hebben, heb ik toch voor iets anders gekozen. Namelijk dit jurkje. Deze is gemaakt van 100% zijde. Er zitten nog kanten, details zitten erin. De onderkant is een beetje doorzichtig. En hij is gewoon super sexy, maar ook wel heel... Hij hoeft niet per se sexy te zijn. Ja, maar hij is ook heel veelzijdig. Ja, je kan hem op heel veel manieren combineren. George had hem tijdens de opening aan met een lekkere grote trui erop. Waardoor het net leek alsof ze er een rokje onder had. En dat zag er super leuk uit. Je kan de leren, lakleren broek die kan er ook onder dragen. Of gewoon als shirtje gewoon zo. Het shirtje erop, shirtje eronder. Eventueel nog. Ik vond hem echt super mooi. En de kwaliteit is ook echt heel goed. En deze is wel wat duurder. Deze kost €169,99. En dan heb ik hieronder ook nog Endless Weekend erop laten borduren. Wel in een iets minder speelse tekst dan die van Larissa. Maar wel iets wat er helemaal bij past. Dus nogmaals, dit hebben we uit de pop-up store van Joss Veet. Die zit in Amsterdam op de Reestraat 14. En die zit er tot 14 oktober. Dus als je de kans hebt om even langs te gaan, zou ik het zeker even doen. Dan heb ik nog een pakketje binnengekregen van Lofies. En ik heb hem nog niet uitgepakt. Dus ik dacht, het is wel een leuk idee om het samen met jullie uit te pakken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit is het eerste item. Ik zal hem heel veel uit het plastic halen. Het is een trui. Met, het is een trui met metallic paars-roze glitters erin. En het is een oversized model. Heel leuk. Dan heb ik hier een sterrenbroekje van Fluweel. Hij is blauw met een beetje beige-achtige sterren. En ik had deze broek bij een meisje gezien toevallig. En ik vond hem heel erg leuk staan. En Larissa zei, ze had hem niet verwacht bij mij. Nee, ik heb het gevoel dat Tara wel een beetje uit haar comfortzone is te gaan. Maar ik dacht, het leek me gewoon heel erg leuk. En soms moet je ook wat nieuwe dingen proberen. En ik zag hem gewoon helemaal voor me met gewoon een simpele zwarte trui erop. Gewoon een simpel outfitje, maar dan ineens bam. Dan is je eyecatcher ineens je broek in plaats van je trui of iets anders. Ja, nu ook een beetje tussen richting de kerst en de feestdagen gaan. En vind ik dit ook wel heel erg leuk erbij passen. Weet je wel, van die sterretjes. Het zijn net soort van gouden sterretjes. En het is lekker fluweel. Dus ook een beetje cozy. Dus ik vind het helemaal leuk. Ja, ik weet nog niet hoe ik het echt precies ga combineren. Dat wordt misschien een uitdaging. Volgende is dit fluwelen shirtje. Echt wat een kleur, hè? Ja, het is ook weer lekker cozy. Weer dat fluweeltje. Dus... Tara is helemaal klaar voor de herfst en winter, heb ik het gevoel. Ja. Maar het is echt een mooi kleurtje. Ja, het is warm. Echt vet, hè? Ja. Mm-hmm. Maar goed, hij heeft een klein colletje en dus korte mouwtjes. En het leek me gewoon heel erg leuk om deze te dragen met uitgaan. Misschien is dat een beetje warm. Misschien gewoon in daily life. Maar ik vind hem, kijk dan, hij is zo opvallend. Ik denk dat het ook heel mooi is bij blauwe jeans, weet je wel. Deze blauwe? Kleur blauw. Kijk, oh ja. Dus voor deze kleuren kunnen we heel fris bij elkaar staan, denk ik. Heb ik hier een broekie. En deze onderkant is gerafeld. En Larissa weet dat ik eigenlijk een tijdje lang best wel anti-onderkant, rafelonderkant was bij broeken. Omdat ik het gewoon heel erg piraatachtig en sloeberig vond staan. Zo van, je broek is kapot. Dus ik begreep hem even niet. Je broek is kapot en wij dragen allemaal dingen met scheuren en dingen erin. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt met een beetje piraten vibe. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben heel vaak gewoon best wel dat ik denk, ik begrijp het niet. En dan ineens, oké, nu vind ik het wel leuk. Dus ik dacht, weet je, ik ga er gewoon voor. Het is gewoon voor de rest een simpel, lekker zwart broekie. Ja, een beetje vaal. En aan de onderkant zo. Maar misschien nu, omdat het najaar is, dat ik het meer kan accepteren. Dan doe ik er een lekker laarsje onder en dan... is he good to go? Wow! Ik heb het bekende model jassie. Heb ik nu ook. Dus nu hoor ik bij The Club. The Club. Larissa heeft hem al in een beetje matleer. En ja, ik vind het gewoon zo'n leuk jasje. En ik weet dat ik dan in principe achterloop omdat iedereen hem echt al heeft. Nee, maar het ligt nu echt overal weer in de winkel trouwens. Als je dit ook gewoon leuk vindt. Ja, en ik vind het gewoon, ik wil hem gewoon. Dus het leek me gewoon een lekker warm jasje. En hij ziet er gewoon goed uit. En ik hoop dat ik de goede maat heb besteld. Want dit is een M. En Larissa vertelt mij net dat zij een L'tje heeft. Mm-hmm. Dus misschien pas ik er wel helemaal niet in. Maar ik moet natuurlijk wel weer nieuwe jasjes hebben. Hij ziet er wel echt super mooi uit. Het is zeg maar nepleer, maar het ziet er echt uit. Ik vind het heel erg mooi eruit zien. En het fluffje is lekker zacht. Ja, ik denk dat hij heel erg lekker warm is. Oh hey, ik was nog eventjes vergeten mijn nieuwe Nike's te laten zien. En dat wilde ik toch heel eventjes met jullie delen. Vandaar dat ik nu even in mijn eentje hier in beeld zit. En dat zijn de Air Max 2017. Ik vind ze echt super gaaf.
Ze zijn gewoon lekker zwart, dus ze passen overal bij. En ze hebben echt heel veel air. En ze lopen echt niet normaal lekker. En ja, deze heb ik ook nieuw. Deze kostte 170. En ik loop heel vaak op sneakertjes. Dus ja, kan ik mooi toevoegen aan de collectie. Tada! En zoals je dus ziet, zie je echt air helemaal van voor tot achter. Dat voel je echt als je loopt. En ik zou willen zeggen dat ik nog nieuwe soorten sneakers nodig heb. Dat is niet helemaal waar. Ik heb er best wel veel. Maar ik weet wel echt zeker dat ik hier echt super vaak heb gelopen. Dus laat even weten in de comments of jij ook helemaal fan bent van Nike. Nou, zoals je hebt kunnen zien zijn we weer helemaal klaar voor het najaar. Tenminste, wow. Nou ja, niet helemaal. Bijna. Nee, ja. En niet te mass shopping. En mocht je onze vorige video nog niet gezien hebben. Ik heb namelijk mijn kast opgeruimd om hem weer helemaal herfstproef te maken. Er is wat meer ruimte, dus ik kan ook weer echt wat dingetjes kwijt. Dus mocht jouw kast ook nog opgeruimd moeten worden en heb je motivatie nodig. En wil je zien hoe ik dat heb gedaan. Ga dan zeker eventjes de vorige video checken, want ja... Dat is wel leuk, denk ik. Het is altijd heel erg lekker om je garderobe weer helemaal fris te maken. En dat je gewoon weer met volle moed aan een nieuw seizoen aan de slag kan. Yes. Ja, ik moet het ook nog echt heel erg nodig doen. Dus het heeft me wel een beetje geïnspireerd. Ik heb mijn make-upladen opgeruimd en mijn herfstgarderobe omgewisseld. Dat was mijn goal. Maar ik heb het nog niet echt goed gedaan. Dat moet ik toegeven. Het was te veel werk. Maar dat komt nog wel. Dus ik zou zeggen, kijk die video en ook andere vorige video's van ons als je die nog niet hebt gezien. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.